Nou mensen, we laten jullie even zien hoe je met de hooikist gaat werken. We hebben vlees, goed vlees van de biologische dynamische boerderij. We hebben een goede pan ook met een goede bodem die heel erg isoleert. Het vlees gaat in de pan. We hebben hier het zeevlees. We hebben een beetje haas. Een wat kruiden erop. En wij doen dat altijd even wat kern bij, want er zit kurkuma in. Dat is goed voor de gezondheid. Even aanbraden. En zodra het even kleur heeft, doen we er water bij. En dan laten we het even 5 minuten doorkoken. En dan gaat alles in de bordje. Een kind kan er was doen. Zoals je ziet is het vlees nu mooi gebraden. Daar voegen we nu de vocht toe. Het kan van alles zijn, bouillon, wij doen gewoon water nu. En dan wachten we tot de hitte weer in de pan zit. Daarom doen we het deksel er weer op, want dat is natuurlijk het beste. Dan wachten we even tot het kookt en dan kan die in de hooikist. En dan kunnen wij weg, want zoals ik al zei, wij hebben haast. En dan gaat het gewoon door terwijl wij niet thuis zijn. Dan zijn we weer. Het vlees is inmiddels warm. En het moet nu in de hoorkist. Dit is de hoorkist. Bij ons te koop ook. Wij doen er altijd nog even een extra deken in. Wel zo dat je er overheen kan staan. En dan ga ik nu even de loeiharde pan ophalen. En dan kan die erin. Zoals jullie zien komt de stoom eraf. Dus daarom heb ik ook handschoenen aan, altijd toch aan te bevelen. Ik zet hem in de kist. Daarna dek ik hem helemaal af. En dit komt omdat dit ook een hele grote kist is. Bij ons kunnen er meerdere dingen in. We doen er een kussen overheen. Maar we hebben ook kleinere, dus dan hoeft dat allemaal niet. En dan doe je op slot. Het eten zit er nu in, dus ik ga weg, want ik heb haast. En ik laat het gewoon staan en over 6 uur kom ik thuis, 8 uur. En dan is het klaar. Dus zo doen we dat zo. Vele uren later. En even kijken hoe het ervoor staat. Helemaal nog warm. En kijk eens even. Eet de pan. Nou, kijk. Er komt zelfs nog stoom af. En het ruikt heel lekker.